Welkom bij Loop TV. Ik ben Maurits Pietersson. Vandaag loop ik een mooie route in Twente. Achter mij een boerderijtje uit de 17e eeuw. Dit pad was een bekende smokkelaarsroute. En de agenten hadden in die boerderij een kamertje waar ze lekker konden slapen en in de nacht erop uittrokken om de smokkelaars in de kraag te vatten. Nou, ik ga even een mooi rondje maken. Jullie mogen mee. En de lucht is blauw, dus dat wordt genieten. Even wat sneller dan normaal. Loop TV grensverleggend. En we lopen nu even een stukje in Duitsland. Dat is natuurlijk niet de bedoeling met de lockdown. Ik kan niet zomaar overal naartoe. Maar genieten. En ik kom niemand tegen. Dus hartstikke veilig hier. Even kijken. Kaarsrechte laantjes hier. Textielgigant Van Heek. Was in de vorige eeuw eigenaar van dit gebied. Het is nu in handen van natuurmonumenten. En achter mij zie je ook allemaal stukjes moerasgebied. Ideale plek voor salamanders. Schitterend. Nou, een stukje rhododendrons hier. Nog niet in bloei. Moeten we nog even een paar weken wachten. Dus zeker de moeite om terug te komen. Schitterend hier over vlonders door het moerasgebied. Ja, mooier kan je het niet hebben. Zonnetje erbij. Heerlijk. Hoppa. Ja, door de zure regen is het meest vergrast hier. Maar natuurmonument is de boel weer aan het afplaggen. Zodat er weer zand terugkomt. Zoals het ooit was geweest, honderden jaren geleden. Schitterend gebied. Kom ook echt niemand tegen hier. Hartstikke rustig. Moerasstukjes links en rechts van mij. Ja, prachtig. Witte Veen, onthouden. Schitterend gebied. Mooi looppaadje. Prachtige overgang naar het boerenland, waar de koeien lekker buiten grazen. Kijk dan, hoe mooi. Mooi pad langs het water. Jongens, jongens, jongens. Ik heb vast iets goeds gedaan, dat ik zo'n mooie tocht mag lopen. Ook aan de vogelspotter is gedacht. Mooi vogelscherm hier. En lekker een stilte. Spotten naar vogels. Wat wil je nog meer? Het zit erop. Kleine 8 kilometer. 2 weken geleden een plankje op mijn teen laten vallen. Kon echt niet meer lopen. Heel pijnlijk. Dus dit was mijn eerste loopje na 2 weken. En genieten. Witte Veen, vlakbij Lossel. Aanradertje. Vond je het filmpje leuk? Duimpje omhoog. Heb je nog tips voor mij? Laat het horen. Ik spring op de motor. Dan gaan we weer verder. Tot de volgende keer. Dit was Loop TV.